jaar. Ze werken zo'n 300 mensen die de hele dag informatie bij me komen halen. Ik kan lezen en schrijven met die mensen. Je wordt zelf op de koffie uitgenodigd als ze jarig zijn. En bij de koffie is altijd een gebakje van kwekkenbomen. Weet je? De kwekkenbomen is onze huis banketbak. Dan haal je 40 of 50 en als je er dan mee blijft zitten, vind je het ook vervelend. Ja. Nou, dus jij hebt elke dag zin in de zonde? Ja, voor wat. En dan gaat er iemand weg en dan is er iemand 25. Een privéchauffeur die nam afscheid en die ging met pensioen. Ja, dat is een man waar we toch heel veel mee te maken hebben gehad. Hij heeft ons ook heel vaak weggebracht als we ergens stukken weg moesten brengen of zo. Ja, gewoon wel 250 mensen. Zelfs een commissaris van de koningin was er. Maar welke tijd? Ja. Ik ben in maart, ja. Als dan zou je tegen trakteren op appels zeggen. Ja, dat is gezond. Nee. Ja, mijn appeltje bij de koffie. In Baard kun je natuurlijk nog op. Ja, toen ik heel jong was, had ik wel eens van gedroomd. En om dit soort reizen te maken, dan hoorde je dat nog wel. Hè? Ja, ik kwam uit militaire dienst vandaan. Ik was net een paar weken vrij. En toen liep ik op het strand te wandelen. Toen kwam ik een jongen uit het dorp tegen waar ik woonde, het Zandpoort. Mm-hmm. En toen zei hij op een gegeven moment, doe je nou ja, hij vaarde op een sleepboot. En ook van Wijsmuller uit de Muiden gewoon. Ik ging over de hele wereld rond op zo'n grote sleepboot. Toen dacht ik, oh, wat leuk zeg. En toen zei hij, nou ja, je moet gewoon bij zo'n... Want ja, ik was kok geweest in de militaire dienst. Dus ja, ik wist iets van eten, serveren en weet ik. Nou, zei hij, je moet gewoon als bediende ga je beginnen. En later hoor je steward. Nou, ik naar de VNS toe. En daar hadden ze je hard nodig. Dus gaf 2 dagen later zat ik op zee. Ja, dat ligt echt van mij. Hans Reuler die heeft dat gedaan. Oh ja, die dat was een jarenlange tanker gedaan. Ja. En die was een grote tanker, hij was boordwetenschappelijk dus hij ging onder de ja. Nou, dat was erg hoor. En die voeren er in het oosten vaak, helemaal in het Verre Oosten. Ja. En die kwamen nooit in Europa meer. Ja, we daar heen en weer. Je werd afgelost, ging je met vliegtuig naar huis. Ja, wat jij deed, het heet ook wilde vaart. Dat was wilde vaart. Je wist van we gaan naar China, Japan. Ja. Maar halverwege was er vracht voor dat land. En dan ging je daar naartoe. En in dat land was weer vracht voor daar naartoe. En dat, Als op zoek was naar avontuur. En een man, of Adam had het nooit gedaan. Ja. Nee. Die saai is uitgebleven. Nooit een risico genomen. Die vrouwen die moest dit allemaal doen. Hey. De enige die reageert. Nee, de enige die wat echt, denk je? Enige die zwaaien naar huis? Echt, de enige die echt spontaan. Maar jullie doen toch zelf ook video's? Ja. Ja, die ene uit Berlijn, weet je nog? Even dat is wel leuk. Een heleboel. Jullie zijn geroutineerde acteurs. Ja. Maar ze worden wel elke keer beter. Steeds minder onzin. Ja. Nou, maar die onzin is misschien juist heel leuk. Ja, hij knipt het er komen ook leuke oplossingen uit voort, heb ik al gezien, uit kleine conflictjes en zo. En, het is voor mij nieuw dat Eva ervan beschuldigd is, waar deze een vredes verspeeld hebben. Natuurlijk, Eva, daarom zijn de vrouwen tot op heden het uitschot van de maatschappij. Nee, gek. Maar wel in die volkeren. Ja, de moeder, als moeder was ze natuurlijk de voortzetster van alles. Dus de moeders worden wel geëerd. Maar vrouwen op zich is natuurlijk niet veel waard. Maar dat was in de Nee, dat ken je niet meer. Bij het Joodse niet meer. Nee, de moeders hadden daar de grote macht. Dat wel. Maar alleen omdat zij het leven voortzetten. Als je consequent doorredeneert vanuit Eva en Adam en Eva, dan zit je in de Joodse geschiedenis. Hè? Ja, maar vrouwen werden bijvoorbeeld nooit rabbies. Vrouwen hadden geen hoge functies. Nee, maar die hadden wel wat te vertellen. Ja, als moeder, maar niet als, als vrouw mocht je verder. Je mocht moeder zijn en verder moest je Ja, maar wat stelde de maatschappij dan voor toen? Nou, heel anders alleen, dan nu natuurlijk. Alleen die mannen die daar in de synagoges met elkaar zouden te praten. Ja, maar die bepaalden... Niks beters hadden te doen. Ja, maar die bepaalden de wetten en alle rituelen en de wetten. Hey Wout, hoeveel jaartjes? 35. Nee, ja. Doe alle motto's even op. Dat doet hij niet. Nee, doe je het al? Dat is de film op. De volgende dag. Sap je? Of heb je nog een dorst? Ja, snap je wel. Is ook zo. Ja, maar blijf nog even zitten. Ja, we nog niet op. 40 jaar. 40 jaar, ja. En nog niet klaar. Nog niet. Nee, al lang niet. Geleerd.
Proost op wel. Het rode lampje praat. Ja, ik praat. Jawel. Kijk jij nou maar niet naar rode lampjes, want dat is beter van niet. Ja, maar net heeft ze vergeten. Zeker hier in Amsterdam. Ja, bemoei je er nou maar niet mee. Grote bijt, ze kan echt veel. Net als mijn buurman Gerard was op bezoek. En die kan ook zo ontzettend overhoeven. Dat is een vervelend. Dat zei hij ook. Nou, die kon mooi vertellen. Die mooi vertellen. Ja. Dan heb je even een duidelijke op. Voordat ze dat wereldfeest. Ja, echt teruggelegd. Ik heb van alles meegemaakt. Ja. Eén keer ontsnapt aan de dood. Ik vind het wel leuk. Dat ze dingen nog nadenken. Met de wet van toevallig niet bij. Niet erop. Mooi boot was. Ja, hè? Ja, ja, nou, daar heeft hij er ook wel zelf van gemaakt. Ja, dat is echt één grote. Ja, dat is leuk, hoor. Die zaal ruim geweest. Het zin maar. Maar dat heb ik weer gesloopt. En dat is, ja, ik weet niet of het ideaal is, maar het was allemaal plastic. En die man die verkocht aan mij, die had hem net zogenaamd gemoderniseerd. De voorraad. Ja, die vogeltjes. Die man is nog bekend. Die is 90 geworden, 92 of zo. Zo oud kun je wel zo dus ja. Oh, perspectief, hè? Ja. Op de volgende film. Ik weet dat ik nog een paar mannen had. Die weet niet wat jij wil zeggen. Maar ik laat het wel weten. Of, nou, wordt het uitgezonden? TV. Ben je naar dokter? Maar die, je wil niet blijven. Dat is een probleem. Ik heb een onderdeel voor de keuring. Ik heb een ja. Dus ik denk, laat ik even mijn klachten voor me halen. Wat ik tot dat rond heb, dan vind ik echt wel wat gerust. Ja, dat dat rond gaat. Dan ga ik dan ook bij die dokter weer doen. Op die duur zijn, misschien. Is dat zoiets van? Ja. Dus als je even tijd hebt voor me, dan is het heel duur. Dan kan je wel je wat voorschrijven, maar nu toch niet. Dus dat is helemaal gezien. Ik ben blij dat ik nu niet zo ver weg. Ik had toch wel een idee, misschien is het wel. Hallo. Ja, lekker. Dankjewel, Noah. Geestelijke. Het niet zo lang het duurt. Ja, maar het was wel een beetje koud. Maar je hebt toch Simon bij je? Oh ja. Zo. De kleine pappel. Simon heeft zijn knieën gekneusd. Het bleek dat het was het verhaal te doen. Nee. Hij heeft een beetje moeite met scherpte. Ja, dat is ook. Heb je ingezoomd? Ja, je hebt ingezoomd. Nou, we gaan het doen. Nee, nou, maar het is een high five. Ja, toch? Ja.
and it's such a mass product. It's like cars, you know. Years ago, Hitler trying to get himself a job. Hitler had a will to. And Henk was the lead. Het is een voeding van oké. Anders had je niet dat volgen. Die, ik heb dus er nog even andere dingen aan mij die mij zoiets laten vormen over mijn plichtgevoel. Ik ben moeder, mijn materiële angst, mijn ijdelheid. Ik geef niet zo snel op. Noem maar op. Het is niet omdat ik echt tevreden ben of zo. Dan beslis ik nu dat ik niks beslis. Ik ga naar mijn training. Oh ja, dat was mijn beeld. Daar ben ik het weer. In het paradijs. Paradijs in heel. Dat is de eerste onderwerp van Brenda. Ja, ik heb daar vertrouwen in dat ik het en dat wil ik in laten doen. Nooit meer wat over. Ik heb een kort verhaal geschreven waar ze een uitgever is. Het maakt me dus hopen. Voor de kamermensen en voor zijn interviewtjes. Het restaurant. Waar kom je ook weer heen, dames? Na Voetrijk. Nee, ik ben al heel lang niet geweest. Ja, ik vond het heel leuk. En ik had echt. Zo'n veranderen is het voorbeeld. Ja, weet je, ze zijn een beetje vanuit ja, het met Eva bijvoorbeeld. Het is eigenlijk Eva, niet zo leuk. Ja, ik vind het interessant. Die is nog temperament. Ja, maar het is interessant als je op een gepaste afstand blijft. Ja, maar als je niet zo volwassen op zoveel gebieden geven ze een toon aan, hè? Die hele modewereld. Dat kunnen ze ook wel, maar het is wel oppervlakkig. Ja, dat is het ook. Vind ik wel. Het zijn super estheten en ze doen het allemaal heel mooi. Maar het is ook een puinhoop. Als je eventjes eronder kijkt, dan is het één gore ding. Jij kan niet verder over straat. Dan speelt het onrustig. Nee, maar dat was toen ik begon. Toen was het niet alleen gasverdamme aan uit de grond. Weet je, dat wordt zo dom dan. Als het beeld wat onrustig is, komt het door de hik, hoor. Als je kijkt naar Welby, dat is zo tof. Als je kijkt naar Casper, daar is het niet zo goed. Ben je dit allemaal aan het opnemen? Ja. Ja, ik zit heel. Maar zo is het gewoon. Zo is het, ja. Wie heeft die tulp in die glazen zitten? Dat is wel goed ook, want. Weet ik niet. Je moet je ook, als je erachter komt, dat het zo is.